We hebben eerder gezien dat Duitsland verdeeld raakte in bezettingszones en dat de geallieerden er niet helemaal samen uitkwamen hoe ze nou uh, verder moesten met Duitsland. Dat dat leidde tot de blokkade van Berlijn en uiteindelijk tot de splitsing van Duitsland in West- en in Oost-Duitsland. In deze video gaan we kijken hoe het verder gaat met West-Duitsland, de Bondsrepubliek Duitsland, de BRD. En daar gaat het eigenlijk best wel goed mee, want al in de jaren 1950 ontwikkelt de BRD zich tot een stabiele westerse democratie. En daar zijn twee belangrijke redenen voor. Ten eerste is daar de persoon Konrad Adenauer, de kanselier, oftewel de minister-president van de BRT, uh, BRD. Sorry. Zijn beleid is gericht op een snelle integratie in de westerse wereld. Hij wilde heel graag de aansluiting vinden met de rest van West-Duitsland. Europa met de Verenigde Staten. En daarnaast zien we in de jaren 1950 ook dat zich een economisch wonder een wirtschapswonder voltrekt in de BRD. De econ economie van de BRD groeit heel erg sterk. Nou, deze twee zaken zullen we allebei eens afzonderlijk even verder gaan bekijken. Eerst dat beleid van Adenauer. Wat wilde hij dan precies bereiken? Waar stond hij voor? Hij wilde in eerste instantie duidelijk maken: Westen, je hoeft niet bang voor ons te zijn, we willen erbij horen. Daarom wilde hij echt afrekenen met het natieverleden, voor zover dat nog niet gebeurd was. Hij wilde duidelijk maken dat dat echt iets was van het verleden en dat ze daar nooit meer naar terug zouden gaan. Uh, hij voerde ook een parlementaire democratie in zoals die uh, op heel veel plekken al in, uh, in de westerse wereld was. Het werd een stabiele democratische staat en daaraan kon men zien van hey, we willen het echt anders genoemd, we willen bij het westen horen. Nou, en als de Fransen dan komen met het idee van uh, de Europese gemeenschap voor kolen en staal, dan doet Adenauer daar maar wat graag aan mee, want Europese economische samenwerking op het gebied van kolen en staal is niet alleen goed voor de economie van de BRD, maar het zorgt er ook voor dat de BRD nog verder geïntegreerd raakt in West-Europa. Dus als ze in 1951 mee kunnen doen met die EGKS, doen ze dat ook meteen. Ja, en zo staat Adenauer ook te popelen om toe te treden tot de NAVO, hè, die we in de vorige video ook al zagen: die, die, dat uh, militaire samenwerkingsverbond, de militaire bondgenootschap van de Verenigde Staten met een aantal andere westerse landen. En in 1955 maakte de BRD ook deel uit van die NAVO. En je ziet dus dat de BRD steeds meer verbonden raakt met het Westen en ook dat de BRD steeds stabieler wordt. En dat heeft ook te maken met het feit dat uh, Adenauer werk maakte van het opnemen van die heimaatsverdrievenen, die, die, die mensen die uit die voormalige Duitse gebieden waren gekomen, in de samenleving. Dus uh, het moest ook echt een stabiele samenleving worden uh, waarin voor iedereen een plek was. Daar stond Adenauer voor. Maar het liefst zag hij wel weer dat dat in één Duitsland gebeurde. En hij herkende de DDR dan ook niet, Oost-Duitsland als een aparte staat. Hij bleef streven naar Duitse hereniging. Dan dat tweede punt, dat Wirtschaftswunder, dat economische wonder. Hoe kan het eigenlijk dan dat die economie zo sterk opbloeide in de jaren 50? Nou, dat had ermee te maken met dat de regering van de BRD, ook weer onder leiding van Adenauer dus, de export van goederen heel erg ging stimuleren. Dus het buitenland moest zoveel mogelijk. West-Duitse producten kopen. En daarom uh, werden de prijzen... kunstmatig eigenlijk ook laag gehouden... door uh, de West-Duitse regering. Uh, ze investeerden heel veel in die industrie. Onder andere met de marshall waar het in een eerdere video ook al over ging. Waardoor die industrie uh, sowieso op kon bloeien. Uh, de lonen werden dus laag gehouden ook. Hè. Dat was gewoon beleid. Want die producten die moesten zo veel mogelijk... en dus zo goedkoop mogelijk verkocht worden. En uiteindelijk... Wierp dat beleid zijn vruchten af? Want uh, nou ja, de, het wirtschaftswunder vond plaats, de economie die, die, die groeide en de West-Duitse economie groeide zelfs uit tot een van de sterkste ter wereld. Is het nu nog steeds. En uh, de lonen en de welvaart konden daarna ook gewoon stijgen. Dus waar de lonen eerst laag werden gehouden, konden ze nu heel snel gaan stijgen. En ook was er nu genoeg geld om goed voor de West-Duitse bevolking te zorgen. En ontstond er een, ontstond dus een heel stelsel van sociale voorzieningen, goede gezondheidszorg bijvoorbeeld, maar ook een Stelsel van uitkeringen en dergelijke. En ja, die BRD, die bloeide dus helemaal op in de jaren 50 en die raakte helemaal geïntegreerd in het Westen.